en door extra maatregelen om geweld tegen dienstverleners. Ze sprak daar met medewerkers onder meer de brandweer, de vervoer en de bibliotheek. Veel van deze dienstverleners hebben hun werk te maken gehad met geweld en spoor zoek aan de wagen schoten voor dames. Onlangs werd bekend dat de staat heeft van dergelijke belusten een hand.